Erik de Waard. Ja. Dank dat we hier mogen komen bij het Toon Hermans Huis. Leuk dat je er bent. Op zondag. Op zondag zelfs, ja. Ja. Ben je een Arnhems jongetje? Nou, ik voel me wel een Arnhems jongetje. Ik ben ooit geboren in de buurt van Arnhem, op de Hemelse Berg. Dat was toen een kraamkliniek. Daarna heb ik even in Velp gewoond. En eigenlijk wel de rest van mijn leven in Arnhem. Dus ik voel me wel een Arnhems jongetje. Ja. Nou ben jij voorzitter van het Toon Hermans Huis, hè? Ja. Hoe ben je daar zo toe gekomen? Ik ben een jaar of 7 geleden ben ik in contact gekomen met het Toon Hermans Huis. En toen hebben ze mij gevraagd om na te denken over hoe gaan we om met vrijwilligers. En dat is eigenlijk het moment dat ik erbij gekomen ben. Sinds eind 19, begin 20 ben ik ook voorzitter. Hoe lang bestaat het Toon Hermans Huis in Arnhem eigenlijk? Officieel is het opgericht in 2013. Die ideeën waren al ouder. En ik weet niet precies welke datum dat is, maar het is wel een aardig verhaal waar dat vandaan komt. Dat is een van de founding fathers, heeft de carnavalsvereniging Ongansen opgericht. En vanuit die Ongansen is uiteindelijk ook een groep mensen ontstaan die heeft gekeken, nou, is er een mogelijkheid om een Toon Hermans Huis in Arnhem op te richten. En dat is uiteindelijk in 2013 is het gestart. Want ik begrijp dat dus dat er meerdere huizen zijn in Nederland. Ja, er zijn meer dan 80 inloophuizen. 80? Oké. Ja. En wat is het doel van het Toon Hermans Huis? Wat we willen een laagdrempelig inloophuis zijn voor mensen die geraakt zijn door kanker. Dat kunnen mensen zijn die kanker hebben of die een naaste hebben die kanker heeft of aan kanker verloren heeft. Ja. En hoe we onszelf zien is een plek waar mensen bij elkaar komen om even op verhaal te komen, of om hun verhaal te vertellen, of uit het verhaal te stappen even. Ja, en hoe komen die mensen dan, zeg maar, hier? Want we hebben allemaal te maken met mensen om ons heen die met kanker te maken hebben gehad, hè? Of je bent een familielid verloren, of kennis of vriend. Dus ja. Het is een hele nare ziekte natuurlijk. Hoe komen die mensen in contact met het Toon Hermans Huis? Ik denk dat het netwerk inmiddels wel zo actief is dat mensen van horen zeggen weten dat wij hier zijn. We hebben een nauwe samenwerking ook met het Oncologisch Centrum van Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. Daar is ook een aantal vrijwilligers van ons dat mensen die daar komen, net een diagnose hebben gehad of in een traject zitten, opvangen. En we doen natuurlijk ook wel aan PR, nieuwsbrieven, de website. Dus op die manier komen mensen bij ons. Nou kan ik me voorstellen dat het is niet voor iedereen misschien makkelijk die stap te zetten om hier naartoe te gaan. Nee. Omdat je zit al met zo'n ziekte vaak of nabestaan. Hoe gaat dat? Hoe word je dan opgevangen? Nou, wat we zeggen is de voordeur staat altijd open. Je kunt hier binnenkomen en gaan zitten en je krijgt een kop koffie. Er lopen altijd gastvrouwen hier. En je hoeft niets. Het is prima om hier even te zijn en je kunt ook weer weggaan als je wil. Je kunt aan tafel zitten en met mensen een gesprek aangaan. Ja, mooi. Welkom. En zijn er ook naast die het luisterend oor zijn, zeg maar, wat heel belangrijk is natuurlijk ook activiteiten die jullie doen? Ja, we hebben onze gastvrouwen, dat zijn overigens wel professionele gesprekspartners ook die getraind zijn om mensen op te vangen en met hen een gesprek aan te gaan. Mm-hmm. En naast die 1-op-1 gesprekken hebben we ook een aantal activiteiten. Zo creatieve workshops bijvoorbeeld, we doen aan wandelcoaching, yoga, tai chi. Mensen komen hier voor ontspanningsmassage of gezichtsmassage. Mindfulness is een belangrijke component van het aanbod. We huisvesten ook hier het koor Zingen voor je leven. Dus we hebben een heel rijk aanbod aan activiteiten en workshops waaraan mensen mee kunnen doen. En die activiteiten worden dan georganiseerd en begeleid ook weer door vrijwilligers. Nou ja, maar daar kies je zelf voor. Of je komt een kop koffie drinken of je zegt wat je wil. Met een activiteit bent. Ja. Niks moet, zeg maar. Nee, helemaal niet. Nee. En hoeveel mensen maken hier gebruik van, zeg maar, gemiddeld? Als we op jaarbasis kijken, dan hebben we aan inloop, wat we dan noemen. Dus het aantal bezoeken, dat ligt ongeveer tussen de 1200 en de 1500 mensen per jaar. Zo. Dat was natuurlijk het afgelopen jaar wat minder, in verband met corona. Maar dat is wel het aantal waar je dan aan moet denken. Mooi. Ja. En dat bestaat uit vrijwilligers, zeg je? Dus je hebt een bestuur met 5 koppig, denk ik. Hè? Ja, we hebben vijf bestuursleden. Ja. En hoeveel vrijwilligers hebben jullie? Ik denk dat we rond de 20, 25 vrijwilligers hebben op dit moment. Okay, ja. En dat is wel voldoende? Nou, wat we doen is, ze zijn hier altijd met z'n tweeën. Hè? Er zijn altijd 2 gastvrouwen aanwezig in het huis. Nieuwe gastvrouwen zijn natuurlijk altijd welkom. Het is een vrijwilligersfunctie, dus je hebt ook te maken met beschikbaarheid van mensen. En het kan zijn dat het soms wel eens moeilijk is om mensen in te plannen. Maar je zegt gastvrouwen, zijn er ook gastmannen? Helaas nog niet. Dat is wel een vraag die ons ook bezighoudt. En we willen natuurlijk ook heel graag gastheren hebben. Ja. En wat we merken is, en waar we ons ook wel op gaan inzetten, is dat er meer vrouwen naar het Toon Hermans Huis komen, in Arnhem in ieder geval, dan mannen. We hebben ze wel. Mm-hmm. Ja, het lijkt dat ze daar op een andere manier mee omgaan. Het draait natuurlijk om vrijwilligers. Absoluut. Maar ja, het moet wel vanuit je hart komen, zeg maar. Het is niet zo van, ik kijk wel of we komen of niet. Er moet wel een bepaalde commitment zijn naar elkaar. Ja, en dat is er ook. Als ik kijk naar het team wat we nu hebben, dan is dat een heel hecht team. Die altijd voor elkaar klaarstaat. Die elkaar ook wel aanspreken op gedrag. Dus in die zin denk ik wel dat we een sterk team hebben ook. Ja. Wat denk je, waar willen jullie over 5 jaar staan, zeg maar? Wat zou je willen... Waar wil je naartoe? Of zeg je het gaat goed zo? Of, ja, we hebben natuurlijk corona helaas hè, van 1,5 jaar af. Ja, ik vind een termijn van 5 jaar heel moeilijk. Ik snap wat je zegt. Wat ik graag zou willen is dat het Toon Hermans Huis nog wat prominenter op de zorgkaart van Arnhem en omstreken komt. Inmiddels werken we ook wel samen met een aantal andere inloophuizen in de regio. We willen de contacten ook met Rijnstate wat we aanhalen. Ja. Dus we willen wel meer naar buiten komen. Op dit moment zijn we elke ochtend open. En we willen zo snel als mogelijk, en nou, binnenkort komen er wat meer versoepelingen, willen we natuurlijk weer vol open. Kom eens kijken.